Het bananenverhaal. Over het spannende leven van een banaan. Van de plantage tot het fruitschap in 3 minuten. Een dode banaan in een supermarkt heeft al bijna 1 jaar in de tropen doorgebracht en duizenden kilometers afgelegd. Daarover gaat dit verhaal. Het begint allemaal bijvoorbeeld bij de dode plantage in Costa Rica. De Bananito Farm. Voor het telen van bananen zijn veel zon en water, een goede grond en vele deskundige handen nodig. Elke jonge bananenplant wordt voorzichtig met de hand gekweekt. In 9 maanden groeit hij 4 tot 6 meter hoog. Dan vormt zich een brede stam die later de bananen draagt. Met de tijd groeit de bananenstam tot een gewicht van circa 30 tot 50 kilo's. Zonder plaatselijke stutten zou de plant bezwijken onder zijn eigen gewicht. Bananenplanten worden steeds opnieuw goed verzorgd. Dit betekent omkijken naar vruchten en planten, voortdurende kwaliteitscontrole en nog veel meer. Uit voorzorg worden de trossen in plastic zakken verpakt om ze te beschermen tegen insecten en slecht weer. Op de Bananito Farm in Costa Rica krijgen meer dan 1 miljoen bananenplanten jaarlijks zo'n speciale verzorging. 1 tros omvat circa 200 bananen. Of deze oogst klaar is, wordt per plant besloten. Sommige eerder, andere later. Maar ze worden allemaal groen geoogst, omdat ze nog een lange reis voor de boeg hebben en in een later stadium zullen rijpen. De versheidsklok begint onmiddellijk te tikken. Werklui hangen de bananen aan de kabelbaan. Deze zorgt ervoor dat de bananen en hun tere schil veilig en onbeschadigd op de plaats van verpakking aankomen. Hier vindt ook de kwaliteitsselectie plaats. Bananenhanden worden van de tros gescheiden, verdeeld, in water gewassen en werden getransporteerd. En alleen als alles goed is, wordt het keurzegel aangebracht. De dolle sticker met de farmcode. De sticker laat zien waar uw banaan vandaan komt. Daarna wordt het fruit zorgvuldig in dozen verpakt, in containers geladen en naar de haven gebracht. Het koelschip vaart over de Atlantische Oceaan in 12 dagen naar Europa. Tijdens het transport mag de koelketen niet worden onderbroken. De bananen worden voortdurend op een temperatuur van 13,3 tot 14,4 graden Celsius opgeslagen, om vroegtijdige rijping of onderkoeling te voorkomen. Ze worden in een soort biologische type slaap gehouden. In de haven van aankomst worden de bananen nog eens gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze na hun lange reis in goede conditie verkeren. Daarna gaan ze naar de rijpingskamer. Daar worden de bananen zachtjes vakken gemaakt en binnen 6 of 7 dagen worden ze heldergeel en zoet. Perfect voor levering. In de volgende 2 tot 5 dagen kunt u van de banaan naar keuze genieten. Veel met groene uiteinden of lekker zoet met vlekken. En hier eindigt het verhaal van onze bananen. Precies in de supermarkt bij u om de hoek. Geniet ervan!